na de 500 meter. Nu het tweede onderdeel van de sprintbokaal, de 100 meter voor dames en heren. We beginnen met de dames op die 100 meter in een nog steeds sfeerrijk 10,5. De 100 meter, het vervolg dus op de 500 meter, straks nog de 300 meter. En dan weten we wie winnaar en winnares is van die sprintbokaal. Voor de eerste rit Monique Gabrecht, Anita Loorbach en in het midden Herma Meijer. Het moet in die 100 meter natuurlijk direct uit die start komen. En die start is voor Anita Loorbach, die vorig jaar dat klassement won, niet echt fameus. Herma Meijer doet het heel goed en gaat op weg naar de winst op die 100 meter. In een tijd, wat wordt die tijd? Herma Meijer in 10.61. De tijden van Loorbach 10.98 en Gabrecht 10.85 als tweede. Herma Meijer is tevreden met haar winst. En misschien dat de internationale schaatsbond ook eens naar die drietallen toe moet, want het is natuurlijk spectaculair om te zien. Wat gaan we ervan maken in de tweede rit? Met Christine Aftink aan de binnenzijde, met Loeding in het midden en met Emese Hunyadi aan de tribunekant die nog vrolijk zwaait naar het publiek. En Christine Aftink getooid met de oranje pit. Over het algemeen niet de snelste startster. En dat blijkt ook vandaag, want ze moet duidelijk toegeven op Christa Loeding. Loeding, de 1000 meter winnares van de Olympische Spelen in Calgary. En zilveren medaillewinnares op de sprintwedstrijden op de fiets in Seoul. Pakt hier een tijd van 10.79. En daarmee is ze Herma Meijer niet voorbij. Want die realiseerde, om het nog even weer terug te halen, 10.61. De tijd van Aftink, 11.29. En Emese Hunyadi, die hier aan de buitenzijde start, realiseerde een tijd van 11.78. Zoals u kunt zien is de sfeer bij de dames onderling bijzonder goed. We gaan de cijfers weer eens op een rijtje zetten, want we zijn bezig met de sprintbokaal. En dit is de uitslag dus van die 100 meter. Winnares is geworden Herma Meijer in 10.61 voor Christa Loeding, Monique Gabrecht, Anita Loorbach, Christine Aftink en laatste de Oostenrijkse Hunyadi.